van deze Riadi gesproken. It starts off apparently as the property of a man called Johannes Riadi, who has some claims to be considered the richest man in the world. Well, he would be if all the money was owed to him was paid, but I have seen accounts of his showing he owns $36 trillion, and it is a ridiculous sum of money. De vraag is natuurlijk, waarom heeft onze verdachte deze informatie in zijn bezit? Manour wordt in ieder geval steeds interessanter voor de politie. Zeker nu hij in Nederland is en we nu echt zeer aannemelijk hebben gemaakt dat hij sowieso Gacon heeft bestolen. De tijd gaat nu echt dringen. Het is 24 uur voor de terugvlucht naar Canada waar onze verdachte een ticket voor heeft. Olaf Mors meldt zich die morgen met het bewijs, de laptop, weer bij de politie. We hebben hem overhandigd. Op dat moment heeft de recherche in feite op dat moment wel de aangifte in behandeling genomen. Eindelijk. Alleen toen hadden ze eigenlijk te kort tijd ook om er iets van te kunnen gaan maken. We gaan hem misschien zelf wel confronteren vanmiddag. Okay. Hier is je lens. Het is een wijdhoek, dus zet hem gewoon... Naast meneer. Ja, richt op hem. Ja. Terwijl onze IT-man Danny ook contact legt met de recherche om ze van de ernst van de situatie te overtuigen, starten wij een undercover-actie om de dader te confronteren. De man die een 500.000 stal, verblijft in het Marriott in Amsterdam. En heeft toegezegd om vanaf het Centraal Station de trein van 11 uur naar Rotterdam te nemen. Daar zal die worden opgepikt door een medewerker van Gacon voor een finale bespreking over de 6 ton die hij immers ook nog hoopt te cashen. Bovendien wil hij natuurlijk zijn laptop terug. Mijn collega wacht op het perron. Maar onze man is nergens te bekennen. Heeft hij argwaan gekregen en heeft hij een eerdere vlucht genomen? Ik blijf hier voorlopig even zitten. Ik kijk of ik hem zie. Ik ben naar het Marriott Hotel gereden, een paar kilometer verderop. Verdachte Manour heeft gebeld met Gacon en gezegd dat hij niet op de trein is gestapt. Hij vertrouwt het niet meer. Oké, hou me op de hoogte. Ik wacht je af. Doei. Maar Gacon wil hem koste wat het kost niet laten ontsnappen. Hoi. Hoi. Verzand is nou onderweg en die gaat hem ophalen. Olaf stuurt zijn collega in de hoop hem hier te kunnen overhalen om toch mee te gaan naar Gacon. Hey, met Faisal. Hi. Oké, I'm there. I asked him to come to the lobby. Are you in the hotel now or are you coming towards... I see you. I see your car. Okay, I'm entering. You're entering now. I'm filming you. Op dit moment post collega Anne in en rond het hotel. En dan opeens ziet ze onze man op de kade lopen. Hoi. Je moet niet opvallen, hè? Je moet niet denken van wat... Nee. Ik sta nu bij hem in de buurt. Hij loopt hier rond. Hij loopt nu richting het punt, zeg maar, richting het water. We zien een beetje rondjes. Manour lijkt te twijfelen, want hij gaat niet zoals beloofd naar de receptie. Hij wil zijn pc natuurlijk terug en die 6 ton die lonken ook. Maar de kans is ook groot dat ze hem doorhebben. Dan is er buiten toch deze ontmoeting. Oké, ja, hebben ze contact gelegd? Ja, nu staan we naar binnen. Oké, kom maar hier naartoe. Heel snel. Ja, wacht heel even. Ja. Het lijkt te lukken. Manour gaat mee naar binnen, naar de ingang van de parkeergarage. En kom hier naar de auto. Joe, kom maar een beetje vlug. Zijn nu vanuit het hotel? Zeg ze maar, komen hier, nu komen ze eruit, denk ik. Check even. Ja, dat is het. Dat zijn ze. Ja. Oké, jij draait, wij kijken naar elkaar. Ziet hij ons of niet? Let hij op ons? Ik wil niet dat Manour me nu in Amsterdam al ziet. Want het plan is dat ik zo meteen in Wateringen als advocaat van de firma aanschuif om hem te confronteren.
We hebben de verdachte nu in onze macht. Iets harder dan toegestaan rijden we naar Wateringen. Eerst bel ik onze IT-specialist. We moeten alles op alles zetten dat deze man niet ontsnapt. Hoi. Kerel, heb jij met de politie gesproken of hebben ze niet gebeld? Ja, zeker. Een uur geleden ongeveer. De officier? Nee, dat was recherche. Ja. Dus hij zegt, nee, dat is prima, dan gaan wij dat verder onderzoeken. En toen zei hij van, kan je me verder het verhaal uitleggen over de hele scam en wat je gevonden hebt. Ik zei, ja goed, de facturen zijn dus aangepast, de contracten zijn zelf gemaakt. Oké. Dus die agent, die kon eigenlijk niet meer dan toegeven dat het inderdaad allemaal oplichting is. En meteen ook maar even checken of de politie standby is. Dat is politiewerk, hè? Daar staan we ook voor. Hè? Dus, en journalistenwerk, hè? En journalistenwerk, dat is ook het mooie. En dan proberen we een win-win situatie te creëren. Ja, dat zeg jij heel mooi, hoor. Ja, toch? Ja. Ja. Oké, okay, nou. Ik heb nog niet gehoord of die definitief in die auto zitten, maar ik weet of jij dat al. Die maakt je al. Of wat definitief is? Nou ja, of die meneer al in opweg is naar... Jazeker. Ik probeer eerder aan te komen in Wateringen dan de oplichter. Olaf Mors van Gacon brengt intussen de vergaderzaal in gereedheid. Gaan ervan uit dat er zometeen een arrestatie volgt? Nee, arrestatie gaat niet volgen. Ik heb net de politie gebeld. Hoe lang geleden heb jij dat gehoord? Ik heb Pieter 3 minuten bij hem door de telefoon gehad. Ze zijn wel, ze komen wel, ze komen wel de identiteit checken, et cetera. Oh. Maar ik heb niet begrepen dat ze mij daadwerkelijk gaan arresteren. Oh, oké. Nou, ik begreep dat ze daar nog over aan twijfel waren. Waar is de ingang daar? Ik zet de auto gewoon even lekker hierachter. Dan hoop ik dat hij dat niet gezien heeft, dat denk ik niet. Want hierachter valt natuurlijk niet op. Jij gaat bij de cameraman in de auto zitten. Ja. Jij gaat met mij mee. Yes. Jij neemt deze tas op mij. Laat maar, doe maar uit. Dit ziet hij ook, hè? Ja, dat bedoel, je ziet in feite alles, alleen we moeten zorgen dat je natuurlijk wel bij hem blijft. Hello, I'm your attorney. You're the attorney? Yes, I'm my assistant. Very good. Hello. What are you doing? €500,000. It's gone. Where is it? You took €500,000 from these people. We investigated your computer. You're not getting it back. We saw that you falsified a lot of documents. I did? Contracts, yes, on your name. You have it seen wrong. No, I saw it very clear. Oh, bring it here. I want to see that. I tell you, on your computer, yeah. We see a lot of search history on very strange people. Like what? Al-Qaeda. Al-Qaeda? You've been searching a lot. Why? €550,000 was gone, and now it's sent to several people, many people, in many different countries. Mm-hmm. We saw and we established that in your computer there were many documents and contracts falsified. Which one? No, there is not a single one. There isn't a single one. Yes. The contract with the Al-Safar group, the BFCA documents, the Al-Ali United documents, the NBD bank documents. All falsified. What do you mean to falsify?